De feestdagen die zijn begonnen. Goedemiddag allemaal en welkom bij de 5 Days of Unboxing. Zoals dat jullie al bij de intro hebben gezien. Ik heb ervoor gekozen om te beginnen met een doos die hier al eigenlijk een behoorlijke tijd ligt. Nou, het is niet echt een doos. Het is een beetje meer een broodrols. Toch? Nou ja, broodrols voor mij. Nou, het is een broodrols. Broodrommeltje. Jongen, jongens, ik kan hem niet eens spreken. In ieder geval, hij ligt hier al zo lang. Ik heb deze een tijdje geleden eigenlijk al gehaald. Maar hij is dus specifiek gebaseerd op de Let's Go Eevee en Let's Go Pikachu games. Zoals eigenlijk jullie altijd van mij gewend zijn. En ik ben er niet tevreden over hoe mijn camera zat. Daar ging wel iets beter. Sorry daarvoor, het moest wel eventjes gebeuren. Maar goed, zoals jullie dus zien. En ik ga een klein stukje naar voren zitten, want camera. Het is een tijdje geleden dat ik dit gedaan heb. Maar ik moet zeggen, sowieso, voor dit broodrommeltje zou ik wel doen. Ik bedoel, serieus, hij ziet er echt heel erg mooi uit. Kleedsysteempje hier in, koffertje natuurlijk, hartstikke leuk. Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk, wat zit erin? En natuurlijk ga ik hem niet nou heel simpel open krijgen. Ach, kijk nou toen eens. Lijk op een jaren! Een Eevee coin! Oh, dit is de meest awesome ding natuurlijk. Oei, dankjewel René. Oei, valt nu al op de grond. Blooper. Ik serieus, screw die legendarische Pokémon die erin zitten. Eevee, dat is de legendarische. Ik roep al zo lang om een Eevee coin. Ha, je ziet de camera in de weerspiegeling. Maakt niet uit. In ieder geval, er zit dus een hele mooie Eevee coin in. Even kijken naar de promo-kaarten die er natuurlijk ook nog eens een keertje bij zitten. Je hebt hier dan Moltres, Articuno en Zapdos die hier dan ook nog eens een keertje bij zitten. Wing Attack, Art ook heel erg mooi natuurlijk. Articuno, Zapdos. Als ik van deze drie een favoriet zou moeten hebben. Dus ja, alleen maar deze drie kaarten. Hè? Van nou, je hebt deze drie kaarten, welke zou je kiezen? Nou, ik zelf persoonlijk ben natuurlijk Team Geel op Pokémon Go, maar dat heeft niks te maken met de Legendary Bird Pokémon, eerlijk gezegd. Dus, oh, er zit nog een. Oh, dat is de kaart die erachter zit. Heb ik weer. Zo, Moltres. Wat hebben we dan? Probeer ze altijd heel voorzichtig uit te krijgen, maar dat wil niet altijd lukken met die rubbertjes die er ook nog eens een keertje omheen zitten. Ik zou dan toch zelf gaan voor Articuno, waarom ik vind Articuno vind ik dan toch een van de mooiere van de drie. En ik vind hem gewoon absoluut niet serieus op meer. Articuno is gewoon cool! Terwijl dat je Team Geel bent. Ja nou en, ik bedoel serieus, de eerste Eevee die ik had, die even mee in de shot hield, daarom Team Geel. Heel erg simpel. Maar goed, buiten dat feit. Hele mooie kaarten, wat hebben we nog meer? Want anders wordt het een hele lange video. Hij steekt Lucky om! We hebben hem weer, ik zie hier. Oh, kijk nou, er is een Fates Collide. Waarom zit hier nog Fates Collide in? Waarom zit hier nog Fates? Oké, we hebben sowieso Lostundig, twee pakjes van Lostundig. We hebben Fates Collide, we hebben Sun and Moon en we hebben een Ultra Prism. Maar waarom zit hier nog steeds een Fates Collide in? Ik bedoel, serieus, Fates Collide, ik vind het geweldig. Je hebt natuurlijk, er kan een Glaceon EX in zitten, of een Umbreon EX. Maar ja, in Standard mag het niet meer gespeeld worden, dus het is natuurlijk zonde. Maar we zijn er nog niet doorheen, hè? Want er is meer. Dear God. We hebben Eevee potloden. Ik weet, ik hoop dat jullie dit kunnen zien, jongens. Maar we hebben Eevee potloden. Die jullie denken, ik ben Eevee potloden. Nou. Ik bedoel, ik zie nou een Zapdos, maar die Zapdos die boeit me niet. Hebben we hier geen Eevee op? Hier heb je Eevee op. Je hebt er twee met Eevee erop. Met een gummetje erop. Hartstikke leuk. Volgens mij is dit een stickervel die ik hier zie. Even kijken, heel voorzichtig. Een stickervel van de legendarische Bird Pokémon. Stickervel van Pikachu en Eevee natuurlijk. Ik moet die Eevee ergens op plakken. Ik moet nog heel eventjes kijken. Maar hebben jullie een leuke suggestie? Laat het wel eventjes weten in de comments natuurlijk. Als jullie daar de tijd voor hebben. Want ik wil die Eevee zeker ergens op plakken. Dat is echt heel erg leuk. Een notitieboekje zie ik hier zelfs. Met elke bladzijde zit dus een Eevee. En een Pikachu. Maar ja, maakt niet uit. Natuurlijk staat Pikachu er ook bij, want het is een teken van. Maar niet zo. Ik vind deze echt gaaf. Dit is echt gewoon een gigantische leuke doos. En een klein notitie. Ik weet niet, is dit nou gewoon een. Ik ben heel benieuwd wat dit is. Even kijken hoor. Heel voorzichtig. Volgens mij kun je hier kaartjes. Ja, je kunt hier kaartjes in stoppen.
Niet veel kaartjes, het is een klein mapje, maar ik vind hem echt hartstikke leuk. Dus eigenlijk en natuurlijk het koffertje waar je dus alles ook nog eens een keertje in kan lopen. Samen met het IV-link wat daarvan op mijn telefoon komt. Oeps. Plus mijn camera toch een klein beetje versteld, maar ik ben nog steeds niet tevreden. Want ik ben een zeurkaus. En eindelijk heb ik dat gezellig uiterlijk voor elkaar tot ik dus nu vind ik met de video. Goh. Camera moet wel goed staan, anders ben ik er niet tevreden over. Ivy, kom maar gezellig even pijn. Ivy natuurlijk een keer aan de pijn en zo. Ik zit eigenlijk omringd door Ivy's op het moment. Dus ik heb een nieuwe stelling daar, maar dat zien jullie niet. Maar goed, in ieder geval, ik zal heel eventjes deze mooie dingen weer even voorzichtig terug hierin stoppen. Ik vind deze echt zo gaaf. Stickertje, laat het zeker eventjes weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Deze. Zo, even een beetje zo inpakken zo. Inpakken met Stevie. Is trouwens nog iemand geïnteresseerd in Zetbos, Articuno en Moltres-stickers? Laat het heel even weten. Komen die gewoon jouw kant op. Dit mag weg, dat is rommel. En dan doen we weer heel mooi dicht. Goed, dus dit klepje weer omhoog doen. En dan hebben we ons trommeltje hier weer bij ons. Goed, maar we hebben dus pakjes open te maken. Ik zal deze promokaarten hier al eventjes netjes neerleggen. En natuurlijk de belangrijkste in de belangstelling. Eevee op de Eevee die dan een beetje op de mat een beetje zagrijnen. Kijk, sorry daarvoor jongens, maar Eevee die kreeg er al een beetje zagrijnen op. Maar ik vind hem echt awesome. Goed, eens even kijken. Hoe gaan we de pakjes doen? Nou, ik denk bij mij eigenlijk dat het makkelijkste is om gewoon maar eerst eventjes die Vince Glider even uit te halen. En we doen, ja, we doen een Lost Thunder, we doen een Cinnamon, we doen een Ultra Bedroom en dan doen we weer een Lost Thunder. Waarom ook niet? Ik bedoel, laten we maar gaan beginnen. Die houdt je dus nog veel te lang. We zijn nog niet met een unboxing begonnen, zo gaan we dat proberen. Goed. Altijd spannend, kaartjes zo. Maak er altijd een rommeltje van. Oké, deze moeten we zo even wegsteken. Bij mijn verjaardag natuurlijk niet echt heel goed gelukt, maar helaas. Vier kaartjes naar achteren, zo. Want, oh wacht eventjes, dit was Fates Collide. Fates Collide is 3. Dacht ik. Alweer vergeten. Goed. Strong Energy! Maar het is altijd wel leuk om deze weer terug te zien. Aangezien dat ja, dit zijn een beetje de sets van kaarten waar dat ik mee begonnen ben met verzamelen. Maar je mag deze allemaal niet meer gebruiken in Standard. Het is allemaal Extended waarin dat je deze kan spelen. Dus als je een nieuw deck wil maken, kun je deze helaas niet gebruiken. Maar Glaceon zit hier niet in. Het is een Grand Pack. Nou, heel dit pakje maakt ons ondertussen een Grand Pack. Daar word je vrolijk van. Goed, nou in ieder geval. Oh, even kijken. Dit was die. Dit is onze rare. Die leggen we dan daar neer. Deze die gaat hier mooi op de stapel aan de achterkant. Goed. Lost Thunder, nieuwste set. Daar willen we, daar komen we voor de nieuwste set. Pokémon kaarten natuurlijk. Ik heb ook nog natuurlijk voor andere dagen. Dragon Majestic en alles. Onderkant van het pakje. Dat wordt zie! Ben ik de enige die de moeite mee heeft? Het blijft altijd wel leuk om nieuwe pakjes open te maken, zeker zo. Oh jongens, spoiler. Nee, maakt niet uit. Maakt niet zoveel uit. Vier stuks. Oorling Energie. Oh, dit wordt een beetje lastig om dat zo een beetje te doen, maar dat maakt niet uit. Een Shinotic, een Kecleon, een Aether Foundation Employee, een Stunfisk, een Chikorita. Ik vind Chikorita nog steeds altijd awesome. Een Meowth, Jambas, Jigglypuff. Een Reverse Holo Marie die ik hier tussen zie zitten. En een Beartech die op dit moment... Oh nee, dat is volgens mij zijn voor-evolutie die verkouden is. Dus in ieder geval, die kunnen dan weer daarheen en dan voorop. Dus Chikorita, echt als je dus gaat kijken van generatie 2, toen ik dus nog niet 100% in de trainer was, dat is wel in generatie 2 begonnen. Maar in generatie 2 was Chikorita echt mijn all-time favorite starter Pokémon. Ik bedoel, niet om brutale fietsen te zijn, maar ik vond... ik vond zelf persoonlijk vond ik Totodile een beetje te hyperactief. En in de anime vond ik dus Cyndaquil ook... Het was wel grappig, maar het was niet echt... Chikorita vond ik echt gewoon helemaal geweldig, dus... Maar goed. Wat voor pakje heb je nou eigenlijk geopend? Ik zit hier nou maar te openen. Volgens mij is dit oorspronkelijke Cyndamoon. Deze oorspronkelijke Cyndamoon met Psychic Energy. Psychic Energy, hartstikke leuk. Goed. Heb je het voor je? Ja. Goed. We hebben een Bulldoor. Een Switch. Een Alolan Persian. Een Snubbull, een Pharaoh, een Grubbin, een Spearow, een Alolan Grimer, nu natuurlijk ook te vinden in Pokémon Let's Go,
Die ruil is hartstikke leuk. Dus een reverse holo cherub. Voor de ene kaart nou zeg, hoppakee. Niet zeggen dat we zullen, of dat verkoord is, dat spelen. De Lima. Tomaag. Zo. Nice. Even pakje brengt nu al geluk. Maar ja, niet te vergeten, we hebben hashtag Luckyon, die komt hierna. Dus hashtag Luckyon. Misschien vinden we wel weer een Livion of Glaceon, wie weet. Dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Voordat Lima zegt, nou. Doe maar, Lima. Je verwacht het niet. Oké, dan kan ik dit heel voorzichtig. Hashtag Luckyon, jongens, kom. Hashtag Luckyon, hè. Kom op, de hashtag Luckyon. Here we go. Doe deze eventjes netjes. Weghalen. Goed. Ik bedoel, met Ultra-Prism, ik vind het zo leuk dat Livion gewoon echt op zijn pakje staat. Ik bedoel, wat ze met meer Pokémon kunnen doen. Want nogmaals, Sun and Moon, er is nou weer een nieuwe set dan uit natuurlijk, die Lost Thunder. Maar dan ben ik toch van mening dat op het moment dat je gaat kijken naar Lost Thunder... Ja, er zit wel een spelende Numbrium in, maar als je gaat kijken naar het algeheel van Sun and Moon... Waar zijn Jolteon, Flareon en Vaporeon? Ik bedoel, serieus, die hebben we nog steeds niet gezien. En deze set bestaat al ondertussen een jaar. En natuurlijk, ik zeur er te veel over. Maar dat is goed mijn mening. En ik vind, meningen moeten natuurlijk nog wel verteld kunnen worden met Roselia. En een Yandus. En een Stunky. En een Alolan Vulpix, die ik nog steeds altijd... Nee, vind ik ook als. Ik bedoel, serieus, Alolan Vulpix is gewoon als. Weet je wel. Niet te vergeten, hier zat ook Eevee in. Ben ik zo blij mee. Die gaan ze even aan de kant, vogels. Vlieg op! Ik wil toch heel even, ik zie onze reverse hier al, maar ik wil toch heel even Eevee even zo mooi even in de spotlight zetten. Reverse Holo Magneton en... Holo Regmak Mortar. Jij had een Livion kunnen wezen. Waarom doe je ons dit aan? Nou ja, we hebben in ieder geval een Holo Regmak gekregen. Hoera, hoera. Wat zijn we toch blij. Ach ja, we hebben nog één pakje. Lost Thunder, nog één pakje. Let's do this. Here we go. Nou ja, we hebben Eevee. We hebben Eevee. Ik vind dit nou een geweldige... Echt, ik vind dit nou een geweldig broodtrommeltje. Echt, serieus. Beste broodtrommeltje ooit. Maar we hebben dus nog één Lost Thunder. Laten we eens kijken of we hier ook nog iets geweldigs uit kunnen pakken. Spannende muziek is ondertussen al begonnen, dus waarom ook niet. Goed. We hebben een Waterenergie. We hebben een Stantler. We hebben een Girafarig. We hebben een Quillaver. We hebben een Ludwig. We hebben een Combi. We hebben een Marini. We hebben een Reverse Holo Grovyle. Nou, dit is een slik om bij de mij worden hier ondertussen. Holo Relimi, Shaman! Wat is er in het even voor je teken met heel Tony? Dit is eigenlijk dezelfde kaart als de promo. Alleen, volgens mij was dat een EX zelfs. Ik weet het niet meer precies zelf, maar. Maar nee, die had het van elke basic Pokémon. Nou ja, op zich. Is dit best... We hebben best wel goede pools eigenlijk te pakken gekregen. Ik bedoel, we hebben een full art trainer kaart te pakken gekregen. We hebben een Eevee te pakken gekregen. We hebben een Eevee coin te pakken gekregen. De drie legendarische van Bird Pokémon natuurlijk. En toch twee holo ruis ook wel eens een keertje uit deze. Dus op zich is het wel een hele leuke en hele goede... Het liefst had ik van die legendary Bird Pokémon. Liever gehad tot er een Eevee of een Pikachu promo in zou zitten. Maar met Eevee en Pikachu staan er met grote koeien. Dus eigenlijk met grote foto's op die hem. Dus ja. Nou ja, dat heb ik eigenlijk nog niet gezien. Maar als je dus zeg maar, ik pak hem heel eventjes nog bij. Als je op de achterkant kijkt, dan zie je dus inderdaad de Legendary Bird Pokémon heel mooi verscholen. En aan deze kant heb je Pikachu en aan deze kant heb je Eevee. Natuurlijk kies ik de Eevee kant. Maar goed, in ieder geval, ik dank jullie voor het kijken naar deze video en ik hoop jullie natuurlijk te zien. Dit was pas de eerste day of unboxing. Volgende video is natuurlijk day 2 van de unboxing en dan gaan we dus door met de volgende wat we dan gaan pakken. Ik hoop jullie dat te zien. Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. René, enorm bedankt voor het, mede mogelijk maken dat ik dit kon unboxen. En dan hoop ik jullie allemaal te zien bij de volgende video. Doei!